Go. Ik vind het ook ongelooflijk leuk. Oh. Dankjewel. Ik wil vooral even Vincent Evens hartelijk welkom heten. We weten dat hij wat problemen met zijn elektrische auto heeft gehad om op te laden onderweg. Nee, ja, hij was weer leeg. In ieder geval welkom. Maar sorry, ik onderbrak. Nee, maakt niet uit. Het is een beetje een ingewikkeld ding altijd in dit programma. Aan de ene kant hebben we een live uitzending. We weten ervan dat delen on-demand komen. Dus als je on-demand kijkt, denk je, wat is dit voor een rare inleiding? Nou, dat komt daar vandaan. We hebben hier gasten vanavond. We hebben publiek vanavond. Omdat we, zijn er eigenlijk niet precies 100, maar een stuk of 100 uitzendingen hebben gemaakt met topnames. Maar zoals je weet, 100 klinkt beter dan 93. Welkom allemaal. Welkom die thuis kijkt. We praten in topnames altijd over de impact van de digitalisering op de samenleving. En voor wie nu live kijkt, die heeft hiervoor gezien een uitzending met Midas Quant. Een jongen van 15 die apps ontwikkelt. En daar hadden we het net eventjes over onder de leader. En jij kwam binnen, Ben, en je zei, mooi man. Wat vind je briljant aan? Ja, dat weet je van, ja, dat doe je gewoon zo en dat doe je gewoon zo. En als je dan onze leeftijd hebt, dan ga je ook nog af en toe na zitten denken. En dan denk je van, ja, dat nadenken, dat houdt natuurlijk ook tegen. En dat brengt ook veel, dat weet ik allemaal wel. Maar ja, dat onbevangene gewoon doen, weet je, dat is mooi. En nou ja, dat herken ik natuurlijk vanzelf toen ik zelf 15 was. Weet je, toen, als je natuurlijk bedenkt, je bent 15 en ik heb gesport. En je denkt van, ik wil wereldkampioen worden. En dan zegt natuurlijk iedereen, doe normaal, weet je, ga even, doe normaal. Weet je, en als je die jongen, dan denkt iedereen, joh, jij de nieuwe Steve Jobs, doe normaal. Maar gewoon doen en helemaal niet dat besef hebben dat het heel erg moeilijk is. Ja, jij bent uiteindelijk ook gewoon tweede geworden. En ik werd uiteindelijk ook gewoon tweede. Dus ja, nee, maar dat je gewoon een doel hebt en je wilt het bereiken. En dat is mooi. Ja, ik bedoel dat niet vervelend. Nee, hoor. Maar goed, ik weet van mezelf dat ik nooit de absolute top heb gehaald. En nee, maar je had toch een schandaal op nee. Je had het kunnen winnen, toevallig weet ik ook wat van schaatsen. Alleen maar omdat het kouder werd toen jouw concurrentie de baan opging. Nee, maar dat zijn rotsmoezen. Want kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk 20 jaar helemaal niet meer om of je eerst of tweede bent. Totaal niet van belang. Totaal niet. Of je nou 20 jaar het eerste of tweede... Nee, maar Ben, dat zeg je omdat je vindt dat je het moet zeggen. Maar je had willen winnen. Ja, op dat moment. Op dat moment wil je. Maar dat viel toch mee, want kijk... Voor wie het niet Erasmus weet, moet het ook kijken, hoor. Het was 1990, WK Allround. Ja, maar Erasmus heeft een fantastische uitspraak ooit gedaan. Die zegt, je moet falen op je hoogste niveau. En die is echt goed. Dus als je denkt van dit was het maximum, en beter kon ik niet. En als dan Johan Olof Kols of iemand anders beter is. Zomaar iemand, ja. Zomaar, nee, ja. Maar dan maakt dat echt niet uit. Ja. Kijk, als ik iets doe en ik heb helemaal vol, dit was goed. Denk ik, ja, als iemand een beter is, ja, jammer dan. En dat vind ik dan ook echt niet erg. Ja, Ben, je bent nu commercieel directeur van Triple IT. Ja. Wat doet een commercieel directeur en wat doet Triple IT? Nou, commercieel directeur verantwoordelijk voor marketing en sales, zeg ik altijd. En wij verzorgen, dus wij maken applicaties. Nou, ik kan straks die namen noemen. En wij beheren websites. Dus we doen de hosting van heel veel websites, van grote websites. Nou, dat doe je jezelf tekort. Triple IT is een ongelooflijk innovatief bedrijf in Alkmaar. Ik doe even standaard wat we doen. Ja, maar het is je doet meest... jezelf tekort. Het is innovatief bedrijf in Alkmaar. Ik ben ook erg blij mee, ja. Die echt baanbrekende dingen heeft gedaan de afgelopen jaar die het verschil hebben gemaakt. Zoals? Ja. Nou, connectiviteit technologie, in 3G technologie. Mooi, bedankt. Op mobiel. Ja. Ja, dat vind ik echt heel erg mooi. Ik ken Triple IT al heel lang, hè, want toen ik bij Vodafone werkte, toen deden wij ze maar video. Heb ik jou toen nog? Deed jij altijd via Triple IT? Dus ik deed vanuit Vodafone Mobile TV en wij huurden Triple IT in. Dus ik had al in 2003 hadden wij al op een zo'n oude Nokia 3600 was het, geloof ik, hadden we op 21 kilobit per seconde streaming video. We waren helemaal trots op. Ja. Nou, en zeg maar, die trend hebben we doorgezet. En uiteindelijk... Dat was in Vodafone Live. Vodafone Live. Ja. Groot succes. En uiteindelijk... Maar dat is daar kom ik zo op terug. En wat boeiend is, weet je, dat ik altijd dacht van...
Nou, daar kom ik eerst zo dus hier op terug. Want je denkt namelijk van, je, weet je, de kassen met de mand, kijk je naar, is het technologisch, maar alles is goed. En toen, en uiteindelijk denk je, dan wordt het goed en dan is het niet goed. Dus toen ik bij Tripartite kwam te werken, dan had ik net mijn MBA gedaan en ik dacht van, dit kan effectiever. Tripartite is zo uniek dat daar zit een ziel in. Dus alle businessprocessen die je hebt geleerd in jouw businessboeken worden bij ons, in ons achterhoofd zit het, maar worden niet dagelijks toegepast. En omdat het zo een organisme is, komen dus die innovaties eruit. En ik vind dus heel mooi, dus traditioneel bij een groot bedrijf heb ik ook meegemaakt, dan ga je inderdaad analyseren, customer demand, technologisch mogelijk, is de organisatie er klaar voor? Krijg je allemaal dat soort processen. En echte innovatie ontstaat vaak uit dat organisme, uit van dat je het niet weet. En ineens komt iemand, dat moeten we doen. Ja, hoezo? Omdat we dat moeten doen. Mooi, hè? Omdat we dat moeten doen. Hoezo? Ja, dat moet. Nou, en dan, in doorgaan, ja, en dan krijg je innovaties. En toch, jij bent, het is wel hardcore technologie. Ja. De Tripartite, ze komen echt uit de IT, de naam zegt het al. Heerlijk. Jij bent helemaal geen techneut. Nee. Vanwaar die drive om daar te gaan zitten? Nou, jij wordt wel gedwongen, dat zie ik ook wel gebeuren, om natuurlijk ongelooflijk veel technologische shit bezig te gaan houden. Ja, maar wat, begrijpen. Ik zal één voorbeeld geven waar ik dan van geniet. En waarom mij dat. Het is een vrijdagavond, 7:00. Het is de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. En wij hebben een doos waarbij je verschillende simkaarten stopt. Die zijn nooit op vrijdagavond, hè? Nee. Ik zeg over de analyse. Want dat was dinsdag geweest. Wij hebben die doos waar je verschillende simkaarten in stopt. Dan heb je een breedbandverbinding en heb je live tv over het mobiele netwerk. Wij noemen dat een mobile viewpoint. En we hadden hij gaat nu wel reclame maken, geloof ik. Even serieus. Ja. Dus op dinsdagavond hebben we die beelden genomen. En de PVV had in Den Haag gewonnen. Dat zeg je met de enige afkeer. Ja, jongen, als ik ergens een hekel aan heb, is het wel die 30% van Nederland, okay, maar die PVV en SP. We dwalen af. Dus Geert Wilders komt het podium op. En op het moment dat hij opkomt, gaan mensen allemaal foto's maken en dat beeld zakt in elkaar. En er zitten op vrijdagavond de twee jongens naar het beeld te kijken en die begrijpen niet waarom dat beeld blurry wordt. Op het moment dat Geert Wilders komt, lacht dat aan Geert Wilders. Lacht dat omdat mensen allemaal foto's gingen maken. Kwam dat? Hoe kwam dat? Die hebben dus tot diep in de nacht gingen ze analyseren. Hoe komt dat nou? Ja, ik geniet van die passie van die. Uiteindelijk is het natuurlijk dat mensen gingen bellen. Hij is daar. En dan ging dat netwerk een beetje zo. Maar die analyse, die passie voor technologie, om daarin te duiken. Ja, vind ik. Maar daarom denk ik altijd, als ik jou hoor, Ben, want ik vind jou ook altijd fascinerend. Want als ik jou hoor en je functie erbij pakt, dan denk ik altijd, die man is eigenlijk helemaal nooit commercieel bezig. Want ik hoor je eigenlijk altijd over dingen. Jouw passie ligt eigenlijk altijd bij dingen, in mijn gevoel althans, die daar niks mee te maken hebben. En waar ligt het dan volgens jou wel? Wat jij nu vertelt, is dat je het mooi vindt dat de mensen in jouw bedrijf hiermee bezig zijn. Ja, maar dit is toch. Wat doet de commercieel directeur daarmee? Nou, als wij dat dus. Wat hij ermee doet. Ik vertel zo'n verhaal en dan denkt een bedrijf van, wow! Wij willen ook zo'n doos, want dat is mooi. Dan kan ik live televisie maken, wat normaal gesproken niet kan. Dus jij vertelt de verhalen verder van wat jij zo mooi bedrijf. Ja, je kan zeggen, die doos, er moeten 8 simkaarten in en dat kost je zoveel €1000. En dan is hartstikke mooi. Nee, je moet natuurlijk dat verhaal, je moet natuurlijk vertellen. Je bent daar ook gaan zitten omdat je dat met grote enthousiasme kan doen. Tegelijkertijd hebben jullie ook wel ingewikkelde zakelijke keuzes moeten maken. Tripartite was een soort dienstverlener, een servicebedrijf. Jullie hebben op een gegeven moment besloten om consumentenapplicaties te gaan ontwikkelen. Dus direct to consumer te gaan. Slide Jockey zijn jullie gaan maken. Ja. Repudo. Ja. Of Repudo, ik weet niet hoe je het noemt. Ja, Repudo. Hoe ingewikkeld staat is dat? Het staat wel in aparte BV's. Ja? Dus dat zetten we apart. Ik zie dat je je daar ook co-owner noemt. Ja. Dus jullie richten een nieuwe BV op voor een nieuw product. Nou ja, als hoe werkt dat zakelijk? Nou, dus dat werkt zakelijk zo. Kijk, Tripartite is eigenlijk een lab met een B. Weet je, dus gewoon wij innovaties. En natuurlijk, we beheren al die websites voor grote bedrijven. Dus dat doen we ook. Maar we maken innovaties. Zij al, het meest innovatieve bedrijf. Dat maken wij. Dat zei ik niet, maar innovatief bedrijf. Zei hij dat? In het begin? Ja. Nou, en jullie zijn ook het meest innovatieve bedrijf in Alkmaar en omgeving, zag ik de site staan. Ja, mooi. Ja, maar dat is al heel mooi. En als je dus dat is de kern.
En als je dan inderdaad naar consumer gaat of ook de mobile viewpoint, weet je, dat zet je dan in een aparte BV, want het heeft een andere skills nodig. Daar heb je andere type mensen nodig. Mobile viewpoint is nu ook gewoon, om heel oneerbiedig te zeggen, dozen wegzetten. Is mobile viewpoint wat jij deed toen je de Elfstedentocht ging? Ja, dat was zeg maar met twee simkaarten. Dan ging de hele dag, konden we de hele dag volgen schaatsend. Ja. Even uitleggen met de camera. Ja. Afgelopen winter, we zijn allebei, zoals sommigen van jullie weten, grote schaatsers. Drie fanatiek schaatsers aan tafel. En je kon toen de hele dag volgen hoe Ben de route van de Elfstedentocht afleggen, omdat terwijl die nog niet gereden werd. Ik zeg erbij, je kon de hele route volgen. Ik moet daarbij zeggen dat tot een uur of zeven 's avonds was, omdat je had ingeschat dat je toen zou zijn en toen al je batterijen op waren. Ja, ik had voor 12 uur batterijen. Ook hier, hè? Was ook leeg, hè? Ja, alles was leeg. Ja. Ik had voor 12 uur batterijen, want ik dacht het 10 uur over te doen. En dat viel verschrikkelijk tegen, dus dikke lange hoofd. Maar goed, ik vond het nou een prachtig voorbeeld, want ik vond het ontzettend leuk om te volgen. Volgende keer moet je nog even de locaties erbij. Ja, zoveel learnings. Maar inderdaad, weet je, dit soort voorbeelden, dat iemand als jij, maar dus ook bij je, wij spreken ook die rondjes op die manier kunnen doen. Wat betekenen dit soort mobiele toepassingen voor media, voor mediagebruik? Vincent Evers zei namelijk hier, laat Ben even uitleggen wat jullie echt allemaal doen, zoals deze toepassingen. Want hij rijdt de hele dag met een auto rond. Ja, hij rijdt de hele dag met een Wat gaan deze toepassingen betekenen? Nou kijk, nu op dit moment is bijvoorbeeld de Olympic Torch Relay bij de BBC. En dan kan je de hele dag de torch die door Engeland gaat, kan je live volgen. Zo'n videoconcept, ja dat kon vroeger wel, maar dat was veel te duur. Dus je krijgt zeg maar nieuwe videoconcepten. Weet je, dat het real time, kan je nu echt alles volgen. Ja, en dat is nieuw. En dat was vroeger niet. En is het een nieuwtje, denk je? Of is het echt belangrijk? Nee, het is niet echt belangrijk, want niks is echt, een hele andere ding echt belangrijk. Maar het is wel echt een verandering. Want ik denk dat ik denk dat er inderdaad concepten komen. Als ik ben natuurlijk een nerd, maar als ik Sven Kramer, die gaat naar een wedstrijd in Hamer, en ik kan volgen dat hij in de 's morgens wakker wordt, naar het vliegtuig gaat en dan weer uitstapt en hoe hij Kempkes omhelst. Ja, dat soort formats vind ik, dat vinden nog vier mensen op de wereld, vinden dat mooi. Nee, maar dat is wel belangrijk, want daardoor heb ik daar dus wat geld voor over, want ik vind dat mooi. Dus ik denk dat er in dat real-time media, dat daar wel zeg maar, een niche komt wat mensen mooi vinden. Waardoor door video over het mobiele netwerk is het mogelijk en was vroeger niet mogelijk, dus dat is fijn. Hey, we noemden dat net al even, Slide Jockey hebben jullie ontwikkeld. Ja. Kun je even heel kort vertellen wat het is en wat daarmee gebeurd is? Want ik hoor er eigenlijk niet zo heel veel meer van. En trouwens, voordat je begint, iemand zoekt een Samsung-oplader hier in het publiek, zie ik op Twitter. Dus van die kant. Ah, natuurlijk. Maar Vincent heeft altijd, als je laders nodig hebt, moet je bij Vincent Evers zijn. Die heeft alle laders bij zich. Nou, dus Slide Jockey. Dus het idee was, als jij een presentatie geeft, ga je van slide 1 naar slide 2 naar slide 3 naar slide 4 naar slide 5. 5 tot 100 of weet ik hoeveel je er hebt. En dat is best wel raar, want kijk, jij voelt aan de zaal aan van, hey, nu moet ik eigenlijk dat voorbeeld van slide 50 vertellen, maar daar ben ik nog niet. Zoals als een DJ hier komt, voelt hij aan, nu moet ik dit nummer spelen, nu moet ik dit, om de zaal een bepaalde moed te brengen. Jij bent nu constant, heb je je voelsprit hier aan, nu moet ik, weet je, hoe de zaal reageert, dat is logisch. Maar als je presenteert is dat lastig, want je presenteert lineair en je moet eigenlijk non-lineair presenteren. Dus ons idee was, dat je al je slides, die lood je op. Op een server, je kan ze op je ziet ze allemaal op je iPad en je kan er doorheen scrollen en je kan in één keer die slide, je kan ook lineair, je kan die slide, je kan tekenen op je slide, dat kan je op het scherm laten zien. En het publiek kon meedoen in de zaal, hè? Ja, er kunnen vragen stellen, die zie je dan op je iPad en dan kan je ze beantwoorden. En je zegt, was is het niet gelukt? Nee, kijk, dat was wel een mooi experiment, want je hoort dan altijd, je leert zoveel, je hoort dat van snel lanceren en dan kijk je wat er gebeurt. Dit was veel te snel gelanceerd. Omdat wij gelanceerd waren en toen bleek de focus, want toen begonnen we ook met Rapudo, de focus bleek er minder op te zitten. Het was A en B, er zat een bug in die wij niet ontdekt hadden, omdat wij geen secure netwerk zoals bij een bedrijf, dat hadden wij niet getest, dus dat deed het niet. Dus wij hadden direct een probleem, maar wij hadden geen focus erop, wij wilden niet. Oh shit. En toen hoopten we daarna dat er iemand zei van, nou ik vind het zo mooi, weet je, laat me zitten, ik pak het over en we gaan het doen. En op dat,
tot op dit moment is daar niemand mee gekomen. Dus het is eigenlijk een zachte dood gestorven. Ja. Maar eigenlijk op een iets hoger abstractieniveau stel je dus dat principe van release soon, release often, stel je eigenlijk ter discussie. Nou, ik vind ook geen goed idee. Ik vind die hele discussie die op dit moment met de lean startup vind ik best wel boeiend. Want ik las ook een blog dat iemand zei, die had er 4 bedrijven opgezet. Nou, ben ik natuurlijk vergeten, heel slecht die naam. Maar die zei van, ja, hallo, ik kan maar 1 keer laten zien wie ik ben. En als iets gewoon shit is, en het moet gewoon ook in 1 keer gewoon goed zijn. En, nou ja, met mij denk ik soms ook, nou ja, dat is niet helemaal een rare gedachte. Loop nu niet met z'n allen achter die lean startup achterna. Want er zijn ook, ieder product, ieder moment, Iedere niche heeft weer andere eisen. En je moet constant. Je hebt natuurlijk succes als je aanvoelt wat je nu wel moet doen en morgen niet. Hey, kan je eens vertellen, je zei van we zijn een lab. Aan de ene kant hebben we continu diensten. We werken voor partijen. En dat gaat maar door. En er zijn zeg maar ideeën die we uitdenken, uitontwikkelen. En dat worden BV's. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zit daar is het een toevalligheid? Er komt iemand met een idee en begint een BV? Nee, of hebben jullie daar een zogenaamd proces voor? Nee, ja, dat is dus normaal gesproken heb je een proces en doe je dit en heb je een funnel en dan kijk je naar al die criteria of dat werkt of niet. We hebben wel, dat noemen we dan een business intelligence team en dat zijn jongens, dat zijn 4 hele jonge jongens, weet je, 18, 19, echt heel jong en die zoeken dingen uit en dan komen we met een idee, is dat iets, staat er in de app store, kunnen we dat veranderen? En dan op een gegeven moment beslis je met z'n allen van, oké, hier zit wel brood in en dan laat je, dus maak je een demonstrator, is dat wat of niet? Nou, en zo ontwikkel je door. Ja, waar zijn jullie nu mee bezig? Nou, ik vond wel een aardig voorbeeld is met Rumble bijvoorbeeld, dat is die televisieapplicatie die we hebben. Daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En dat kon helemaal niet, want de rechten waren niet geregeld enzovoorts. En nu na 2... Eventjes, want het was een app, ik herinner me trouwens al iets langer geleden hoor. Nou, 3 jaar, liever nog 3 jaar geleden. Ik herinner me als een applicatie waar je live tv kon kijken. En dan kan je zeg maar timeshiften. Ik ben namelijk bij het allereerste begin betrokken. Oké, ja. Maar goed, dan nog leg je uit. Dus je kan live televisie kijken, je kan timeshiften terug. Je zit een Twitter feed, kan je er overheen. Je hebt een mooie EPG. Ik kan nu met jou... Zeg maar, jij kijkt Nederland 1, ik kijk Nederland 2. We synchroniseren en we chatten over het programma. Ik kan fragmenten sturen. Nou, dit zijn een paar features die erin zitten. Toen wij 3 jaar geleden, toen jij daarmee begon, dat weet je nog, was geen businessplan. Dan ben je, dus je begint. En nu na 3 jaar doorontwikkelen en van, nou, doen we dit, doen we dit, doen we dit. Verkoop je het nu in versies aan Vodafone, in versies aan VRT, RTBF, Swiss TV. Dus je ziet dat zo ontwikkelt dat je uiteindelijk toch dan heb je een product. En dus dat vind ik ook wel mooi. Dus het is niet alleen maar in de hele primaire fase. Het is ook het doorontwikkelen van het product. Even een reactie, ook hier uit de zaal. Van Iskander, die zegt, de essentie van de lean startup is natuurlijk wel dat het een minimal viable product moet zijn. Hè? Dus het moet wel een product zijn wat in zijn kleinheid waarde moet hebben, af moet zijn. Jullie hebben gewoon... jongens, kom op. Nee, ja, oké. Maar ja, wanneer is het af? Wanneer is het viable? Nou ja, in ieder geval heeft Annelie een slide jockey presentatie van je gezien bij Online Tuesday. Het was nogal een chaos, ja, maar wel gelachen. Ja. Ja, die deed het niet. Het was, ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel graag andere mensen zien falen. Nou, en op dit moment... En dat was falen. Maar als je maar op het hoogste niveau doet, Ben, dan maakt mij niet uit verder. Juist. Nou, maar dat was niet op het hoogste niveau. En daarom baalde ik zo toen. Okay. Ja, dat klopt. Hey, zijn strategisch gezien bij jullie in het bedrijf nu de focuspunten? Waar zijn jullie mee bezig? Met wat voor vernieuwingen en innovatie? Nou, video blijft gewoon... Dat blijft, maar het is heel algemeen, hè? Ja, dat blijft algemeen. Mobiel, nou, we willen dus die Rumble, live, on demand, weet ik veel. Ja, cross-platform. Dat is groot, dat is mooi. Ja. Dus we willen Rumble, willen we echt als product dat uitgroeit. Dat doen we niet voor niks. Dat is zeg maar echt een focuspunt, heel belangrijk. Dan is die mobile viewpoint, dat hebben we al genoemd, die moet gewoon groeien, dat moet weg worden gezet, dat moet zeg maar groter worden. Dat zijn de 2 zeg maar, die zeg maar heel belangrijk zijn. Dus dat zijn de 2 main focuspunten. En dan maken we de applicaties, weet je, dat is heel belangrijk natuurlijk, maar weet je, dan maak je applicatie, maar die kunnen natuurlijk meer mensen maken, alleen we maken wel net applicatie, vinden wij altijd, dat is logisch, dat vindt iedereen die net iets beter zijn, maar dat vindt iedereen, dus dat is... Nee, omdat iedereen dat natuurlijk altijd zegt. Ja. Dus.
Hey, Geert Smit vraagt zich af, waar word jij nou echt blij van? Wat is de gemene deler bij die verhalen die, jij vertelt? Echt blij van? Als het over je werk gaat. Oh nee, ik word van als Mary Mieke een nieuwe presentatie heeft. Daar word ik echt heel erg blij van. Dus ik word blij van als ik dingen... Natuurlijk een Mary Mieke die laatste, dat hebben we allemaal, weten we allemaal wel. Maar toch dat iemand dat dan weer... dat overzicht geeft en denk ik van ja, dat vind ik wel mooi. En wat ik ook, dat zijn, kijk, ik vind onwijs interessant dat je, dat mobiel, dat we daar nog geen, zeg maar, nog geen monetize model voor hebben, weet je, 5 keer minder dan internet. Ja, dat vind ik, ja, dat, dus ik word blij van als ik er gewoon niet uitkom. Weet je, als ik denk van hoe gaan we dat nou doen? En ik kan ook heel positief zijn, want het gaat vooruit. En in 1995 hadden we internet ook nog geen monetize model. En nu uiteindelijk wel. En met mobiel zal het ook wel komen. Maar daarover nadenken, met jullie over discussiëren. Zeg het maar. Weet je, Roland, zeg het maar. Wat moet Facebook doen op de mobiel om te monetizen? En die stories gaan fantastisch, maar wat moeten ze doen? Nou, andersom, nou, waar betaal jij geld voor? Dat is eigenlijk dan de vraag. Waar zou jij geld voor over? Ja, maar ik wil straks ook aan jullie die vraag stellen. Nou ja, dat kan je wel willen. Nee, maar, nee, het was een gesprek. Nee, aan Spotify, Spotify betaal ik graag. Ja, aan mijn Economist betaal ik geld, NRC betaal ik geld, FD betaal ik geld. Dus high quality content, lachend. Ja. Maar, dus, oké, dat betaal ik geld. Maar ik ben geloof ik de enige, denk ik. Maar ik vind als content echt goed is, denk ik, nou, mooi, prima. Dus daar betaal ik geld voor. En dan wil ik al die advertentiemodel mooi. Dat is gratis, AD, makkelijk, weet je wel. Maar, dus voor high quality. Maar interessanter dus, allemaal mobiel. En weet je, 5 keer zo weinig geld halen we eruit over mobiel internet. En ik ben vanaf 2000 bezig. Dus waar dat is... Nee, maar is dat niet alleen het probleem van bedrijven die... van klassieke media naar mobiel over moet. Is toch geen probleem voor een bedrijf die mobiel begint? Nou ja, vertel, paf, vertel. Het is helemaal mobiel georiënteerd. Vertel, paf. En het is te makkelijk om... Ze hebben een visie, dus makkelijk. Maar gewoon het model. Gewoon het businessmodel van paf. Ja, toen bleef het stil. Nee, maar dan noem maar je... dit is nee, echt maar... interessant. We hier zitten met de zogenaamde topnames. En er vallen gewoon gaten. Nee, Ben... Ja, maar ik word er echt... Dit is echt slecht. Nou, topnames even... Nederland, pas, vragen we businessmodel, weten we niet. Nee, maar Ben, even voor de duidelijkheid. Wij nodigen topnames uit. Wij zijn... Wij leren van onze gasten. Wij leren van onze topnames. Dus nee, nee, maar dat is flauwekul. We zijn het natuurlijk allemaal eens dat de businessmodellen op mobiel... If not onduidelijk, nog niet uitgekristalliseerd zijn. Ik bedoel, alle opdrachtgevers waar wij voor werken, hetzelfde probleem. Ja. Ik bedoel, bereik, geen probleem. Geld verdienen, wel een probleem. Ja. Dat is mobiel, op dit moment. Ja. Nou, dus bereik dus overtreft alle verwachtingen. Dus deze discussie, ja, in de zaal, weet je wie daarover discussiëren. Meld je via Twitter. Nee, maar dat is, kijk, en dat is namelijk, dat zijn fundamentele vragen. Want als we die ik ben het helemaal met je eens. Die wordt in de toekomst wel beantwoord. Het gaat wel, zo met internet gebeurt, dus uiteindelijk komt er iemand die heel slim is, nieuwe Google, mooi. Maar toch is dat voor het voortbestaan, voor de groei van onze industrie natuurlijk vrij essentieel. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk juist die dingen waar ik het antwoord niet ja, op weet, die boeien we het meest. Ja. Als ik die andere antwoord, maar die weet ik al. En dat is ook, ja, dat vind ik belangrijk. Ben jij een doorzetter? Dat vroeg ik me namelijk af toen ik zat me even te verdiepen in dat schaatsen van jou. En uiteindelijk, als je een keer tweede wordt op een WK, dan wil je ook een keer eerste worden en dan ga je door. Nou, dat was meer, weet je, ik had een blessure, dus stoppen. Dat was duidelijk. Dus dat ik stopte, klaar. Dus dat is misschien geen goede, maar ik neem je vraag natuurlijk wel heel erg serieus. Toen ik die... Want dat slidejockey, Vincent vroeg het net ook op Twitter. Ja. Waarom herlanceren jullie dat niet? Dat ding, ja, dat concept staat, zegt Vincent Evers, hoor. Ik geloof de heilige in morgen willen herlanceren. Maar Vincent weet ook, voor, weet je, de financiën moeten goed zijn, het team moet zijn. Je moet natuurlijk wel dingen in place hebben. Nee, maar jij straalt ook een beetje die vluchtigheid uit, ja, van het een naar het ander. De rode draad zie ik een beetje digitaal. Dus ik zie wel die rode draad en mobiel. Dat is even mijn vind ik mooie liefde. Mooi. En, maar even op je vraag terug te komen. Dus slidejockey kan niet, want het is niet alles in place. Op je vraag terug te komen, want ik neem je vraag serieus. Met schaatsen was dat niet zo aardig. Met de Ben Stedentocht, toen zei mijn buurjongen, waar ik
mee ben opgegroeid, die zei van, jij geeft echt nooit op, terwijl ik dat zelf niet zo zie. Ik heb snel van, oké, weet je, choose your battles, dat niet, dat wel. En misschien niet, prima. Ja, weet ik veel. Hey, jij bent heel enthousiast over veel dingen. Waar maak je je zorgen over als het over online, digitaal gaat? Nou, over... echt zorg? Nou, zijn er ontwikkelingen waarvan jij zegt, die zijn slecht? Begin je over de privacy cookiewet en zo? Cookiewet niet, want dat vind ik een altijd... Ik maak me daar geen zorgen over. Dus noem eens iets waar ik me zorgen over zou kunnen. Noem eens even één, want dan kom ik even erin. Onderwerpen die waar je zorgen over zou kunnen maken. Brengt het internet mensen bij elkaar of zorgt het voor meer verwijdering van elkaar? Weet je, dat zijn al dat soort dingen. Niet zozeer over businesszaken, maar over... Daar maak ik me geen... ik heb er één. Want mijn vrouw wordt natuurlijk... mijn vrouw wordt natuurlijk helemaal gek dat wij dan... dat mijn dochter dan op haar mobiel zit en ik op mijn mobiel. En zij wil gezellig met z'n allen tv kijken. Dus dat is natuurlijk één, worden we meer zo. Maar ik maak me daar geen zorgen om. Nee, volgens mij is dat ontwikkeling en je kiest voor jezelf. Je moet zelf zo verstandig zijn om hem weg te leggen. En je hebt natuurlijk gestoorde gekken erbij. Maar goed, je bent ook een man van de diepgang. Worden we oppervlakkiger? Wij worden op een andere manier worden wij vluchtiger. Kijk, want hoe vaak heb jij nog de concentratie om gewoon dat boek uit te lezen? Zie je dat? Ik hoop over 3 weken weer. Nou ja, precies. Weet je, en ik merk dat bij me. Ik moet mezelf echt dwingen. En ik hou van lezen, weet je. Ik vind lezen fantastisch. Maar ik moet me tegenwoordig gewoon echt dwingen. Nou, dat had ik 10 jaar geleden echt niet. Weet je, ging gewoon wat 5 jaar geleden niet eens. Ja. Dus ik merk dat ik snel ben afgeleid. En nog even een paar dingen van Twitter, gedeeltelijk uit de zaal. Marquise zegt, vergeet mobiel, hè, als we het hebben over businessmodellen, maar denk in connected ervaringen waar mobiel een rol in speelt. Any device. En als je het groter bekijkt, heeft hij natuurlijk wel een punt, dan wordt er natuurlijk best wel geld verdiend. Ja, dat is goed. Goed punt? Ja. Want dan, je denkt het beperkt aan het model van mobiel internet en als je het ziet als een... Onderdeel van de hele... Nee, noem het van al die industrieën, weet je, de connected car van je foto's anders, weet je. Als het je multiplatform publishing of het de connected household, waarbij je telefoon ook je afstandsbediening wordt. Ja. En weet je wel, integrale concepten? Eens. Dat vind ik, dat is een goeie. Alleen dat is, weet je, ik wil het vaak ook dan in brokjes en dat vind ik dan... Maar klopt, helemaal waar. Oké. Ja, ik had er nog één. Mooi, Marquise. Ja. Mooi, man. Jezus, dat jij hier niet zit. Mobile apps. Ze moeten jou uitnodigen, man. mobile maps, de kaarten. Zie je ook de stap van Apple om een eigen kaartendienst te starten. Search is het businessmodel. Ik sprak vorige week Raimo van de Klein, hier ook te gast geweest, van Leer. Die zijn eigenlijk een beetje hetzelfde. Die zijn namelijk, zeg maar in de toekomst... Heb jij dat magazine besteld trouwens, wat ze gemaakt hebben? Nee. Van Leer? Ik wel. Nee. Ja, ik vond het toch wel interessant. Nou, hij zei, en hij ziet zichzelf volgens mij voor zich als zeg maar de nieuwe partij, waar mensen dus die weer plaatsen te vergeven hebben. Van als er bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk nu bol.com, hebben al die boeken ingescand. Anderen gaan al die boeken ook inscannen. Wie komt er boven als jij bij een boek kijkt waar kan ik hem kopen? Hij ziet zelf daar in de toekomst van Leer heel veel mogelijk. Ja. Jij? Nee. Nou ja, het is toch weer de boek leuk. Ja, weet je, ik vind het allemaal zo leuk. Weet je wel? Ik zie veel meer van dat je... Ik ben een mens, weet je wel? En alles wat ik doe in die big data... Bak, weet je, alles wat ik doe, kan jij vrij aardig voorspellen uiteindelijk wat ik morgen wil lezen. Want ja, weet je, ik ben ook wel niet echt voorspelbaar, maar dat... Nee, maar zo ingewikkeld is dat niet. Maar zo ingewikkeld is dat niet, uiteindelijk. Nee. Weet je, dus dat ik nu al hunker naar de nieuwe R, ja, dat is nog logisch. Dus als je het juiste moment dat ik me, weet je, de nieuwe... Weet je, dat is dat ik de iPhone 5 wil, dat... Dus je kan in die grote databak met alles wat ik achterlaat insporen. En kan je uiteindelijk wel, heel goed, dan uiteindelijk kan je mij daarop targeten. Heel goed voorbeeld. Weet je, omdat ik Tori Amos geliked heb op Facebook, krijg ik ga nooit naar concerten van Tori Amos, krijg ik op Facebook gewoon een Tori Amos, je kan nu naar haar concert.
twijfel ik dus om naar het concert van Tori Amos te gaan. Dat is gewoon targeting, snap ik ook wel. Maar ga je niet twijfelen bij het liken zo langzamerhand? Want het irriteert mij zo mateloos dat ik al denk van... waardeloos, dat hele liken. Ik doe het ook niet meer. Ik like alles, zodat dat is helemaal... Dat is helemaal gek! Nee. Maar ik, dus ik zie in die modellen ook wel... Ik wil een beetje af van zeg maar, dat is dan een hele goede lead, een hele goede sale met een goede conversie. Dat wil ik wil ook bedenken in die big data dat je ook steeds efficiënter kan doen. Dat ik rij altijd zo met de auto, maar door dat file rijd ik zo. Weet je, dat is ook een bekende. Maar dat vind ik ook wel, dus dat is zeg maar kosten besparen, dat de wereld effectiever wordt daardoor. Dus dat vind ik ook wel een mooie, over business modellen en hoe je geld verdient enzovoort. Nog één opmerking van Twitter en dan zijn we weer bijna door de tijd. En als je denkt vanuit een customer journey, dan heeft mobiel potentieel een erg grote rol. Soms zelfs mobile strategy first, denkbaar. Maar dan een customer journey, ik neem aan dat daaronder verstaan wordt dat je dus mobiel kennis maakt met iets en daarna vanzelf op andere platformen. Ja, op. Ja, leuk. Ja, en wat is de vraag? Dit is een opmerking van Antonio Tonis. Mooi. Nee, ja, de customer journey. Ja, jij bent de expert. Nee, maar goed, weet je, ik heb... Tuurlijk, weet je, die modellen, je staat al die marketing termen. Kijk, dat is voor jou allemaal gesneden koekje. Bij webads heb je dat gedaan. Nee, maar het gaat erom... Weet je, ik snap het ook wel. Je staat 's morgens op en dan pak je eerst je toestel. Je toestel ligt een meter van je af. En 95% van de mensen kijken vaker naar zijn toestel dan naar zijn geliefde. Al die dingen. En dan... heb je dat allemaal gelezen? Weet je het allemaal? En dan? De kern is natuurlijk dat je iets hebt waar wij iets hebben van... Wow, daar worden we warm van. En ja, dat kan je vaak niet... Dat is begin met TripIT. Dat kan je vaak niet in die customer journey... Proppen. Want dat is iets meer wat je niet in woorden kan vatten. En dat is juist het mooie ook. Bedankt dat je vriendelijk bent. Ja. Hey, dank voor je passie. Ja. Ben je een beetje moe van jezelf? Wat is het? Oké, dankjewel. Oké, man. Hartstikke bedankt. Hey, wat we eigenlijk normaal gesproken ook nog doen, is iedereen bedanken die aan het programma heeft meegewerkt. Dat hebben we nu dit keer in een leader vervat. Die gaat Dion zo instarten. Daarna doen we even een kwartiertje pauze voor degenen die live kijken. En gaan we daarna weer verder met Willem Seithoff, die ons komt vertellen hoe het met deze... Beschuiten zit. Verder moet. Oké, dus eindtune nu. Dankjewel, man.